Dit is een van de fraaie kamers in het oude en bijzondere monastier San Clodio. Om precies te zijn, de kamer van Bauke Mollema en Tom Jelte Slachter, de twee Groningers van de Raboploeg. Toeval dat zij de kamer delen, of juist niet? Nou ja, het is altijd een beetje toeval, maar ja, ik kan wel goed met Bauke opschieten. Dus dan is 3 weken op dezelfde kamer, ja, dat is dan wel fijn. Ja, dat is zeker prettig, ja. Ja. Oh, telefoon. Ook uit Groningen zelfs. Ja, dat is zeker prettig. Het hoeft niet per se in Groningen te zijn, maar ik lig fijn met Tom op de kamer. Dus het is natuurlijk wel fijn als je 3 weken met iemand op de kamer ligt, dat het een beetje klikt. Je maakt hem nu een dag of 10 mee. Hoe doet hij het? Nou, hij doet het volgens mij behoorlijk goed. Ja, hij wordt volgens mij elke dag beter bergop. Gaat het de goede kant op. En ik denk dat hij nog wel wat kan laten zien de komende 2 weken. Heeft Bauke gelijk? Kun je nog wat laten zien de komende weken? Dat is natuurlijk altijd de vraag. We zijn nu bijna halverwege. En wat Bauke zegt, voel ik me op zich wel elke dag wat beter. En verteer ik het op zich tot nu toe goed. Dus die mannen zullen mijn steun ook nodig hebben. Dus ik denk dat het belangrijkste is dat ik misschien zo goed mogelijk die mannen kan bijstaan straks. En wie weet zit ik zelf nog een keer in de ontsnapping en kan ik toch iets moois laten zien. Kennen jullie elkaar al voor die tijd? Nee, eigenlijk niet. Ik was hem wel eens op de wielenbaan in Groningen tegengekomen. Maar ja, hij is 3 jaar jonger dan ik. Dus we hebben eigenlijk nooit samen gekoerst. Ook niet in het Continental Team. En ook niet tegen elkaar gekoerst. Voor zover ik me kan herinneren. Dus dit is het eerste jaar dat we eigenlijk bij elkaar in de ploeg zitten. En dan zie je Bauke rijden, sterk rijden. Leer je daar nog wat van? Hebben jullie het daar bijvoorbeeld over op de kamer? Jazeker. Voor mij is dat ook. Ik kan ook veel van Bauke leren. Als ik zie op de beelden terug ook hoe hij dan zo'n finale rijdt en gewoon bijna elke etappe bij de eerste 5 of eerste 10 rijdt, is dat voor mij ook gewoon een leerschool. En daar steek ik wel veel van op. Bauke, zijn er nog dingen die Tom Jelte specifiek meegeeft 's avonds of is het gewoon lekker praten? Ja, vooral wel lekker praten. In de koers heb je natuurlijk al, daar heb je het de hele tijd over de koers en voor- en nabespreking. Dus dan, ja goed, dan heb je het echt over de dingen in de koers en over de rolverdeling, noem maar op. En natuurlijk, s'avonds heb je het ook wel eens over de koers genoeg nog. Maar ja, soms probeer je inderdaad wel eens een tipje te geven. Maar ja, het is meer denk ik gewoon, je steekt ook wel wat van elkaar op. Van oude renners, die hebben wat meer ervaring. Dus ja, ik probeer hem dan wel iets nog mee te geven wat ik weet. Dus, ja. Je hebt aanvankelijk gezegd, ik wil Madrid halen, deze ronde uitrijden. Is er al meer in je hoofd opgekomen ondertussen? Nou, nee, eigenlijk niet. Wat ik zei, we zijn bijna halverwege en we moeten nog ver. Ik denk dat het zwaarste gedeelte nog moet komen. Dus ik hoop gewoon dat ik dat ook goed verteer en inderdaad Madrid haal. Het doel is daarbij dat er iemand van ons voor de overwinning of op het podium staat. Dus dat blijft toch het doel. Dus dat betekent de komende 2 weken Bauke helpen? Ja, ik denk dat wel het belangrijkste wordt. Als dat allemaal goed verloopt, dan kan ik eens kijken wat ik voor mezelf nog zou kunnen doen. Maar het belangrijkste is dat we straks goed in Madrid staan.